Ander bericht. Er naderen een groot aantal infanterieeenheden vanuit het zuiden. Zij verplaatsen zich van ze verplaatsen zich deze kant op. Ze bevinden zich nu momenteel op 200 meter van onze locatie over. 1.2, ga maar als de hele groep naar de Drop. Dit is Pilgrim. Dit is 1-2, wat is vuurcontact over. Grote groep vanuit de zuidzijde, vanaf de silo's. Open vuur, open vuur. Voor Romeo, dit is 1-2 over. Was dat? Man, daarom. Heavy vuurcontact vanuit het zuiden, vanaf de silo's. Wat moeten we nu doen, over? Heavy contact vanuit het zuiden. Moeten we hier blijven staan of moeten we hier, moeten we naar de drop? Veel dit, mooi over. Roger dat. Oké, 1-2. We verplaatsen ons met z'n allen richting de dropzone. Laat het contact voor wat het is. We zijn net ik weet dat jullie zo ammo zijn, maar Rudy Pauze voordat jullie... Dat is Cooper. Cooper, ik contact uit het zuiden in de gaten houden. Dikke duif. Ja, ik ben hier. Als je een squad... We gaan nu verplaatsen richting de dropzone. We gaan weer dicht in de dropzone. Bij de Oké, Roger, we komen jullie kant op. Jan-Peter? Ja? Cooper, wij verplaatsen ons richting dropzone. We ontmoeten elkaar beneden. Cooper, dit is Pilgrim. Cooper, vertel je ook op drie. Ja, Cooper, vertel maar. Ja, we kregen eerder geen contact meer, maar jullie komen deze kant op, hoor ik. Dat is een rotje. En dan Rudy, wij naderen jullie vanaf het zuiden, jongens. Rudy, regel een rondom beveiliging ter beveiliging van deze voertuigen. Ik wil wel iemand hier op het dak hebben aan de noordzijde van, of aan de zuidzijde van de voertuigen. 1.1, dit is Romeo. Met blauwe randen? Ja, Roger. Ik pak het dak wel. Next is Pilgrim. Oh, op die manier, sorry. Ja, ja, we hebben nu beveiliging rondom het voertuig gemaakt. Oké, okay, mooi. Romeo, op dit hier niet, we hebben contact. Er worden van twee groepen Noord 500 meter op een heuvel. Copy. Oké, Pilgrim? Ja. Ik stel voor dat er een driver en een gunner in die M11 gaat, in die M113. Roger that. Sir, ga naar naar Pilgrim toe. Nee? Rasen. Om te ondersteunen. Wat je dat? Even kijken. Rudy. Ja. Zwart-wit. Zwart-wit. Rudy, zwart-wit. Naar de filter. Herhaal bericht over. Nee, niet. Waar is de contact, jongens? Die zit in M113, dat kunnen we. Zwart-wit en Rudy. Noorden, denk ik. Oké. Jullie pakken de M113 en assisteren even kijken, Raza met de contact in het noorden. Begrepen. Oké, zwart dit. Raza, dit is Pilgrim. Zwart wit, neem trek. Stuur over. Dit is Pilgrim, waar moet ik heb een M113 tot mijn beschikking. Waar wil je dat deze lui naartoe gaan, over? Wel, ten zuiden van Marker 1 is dat ik het beveiligen
Roger. Rudy. Ja, dit is... Ik wil dat jullie verplaatsen richting de M113 marker en waarnemen naar het noorden. Go, go. Snel, snel, snel. Oké, ik wil zwart-wit kijken op de kaart. Ik zie M113 staan. Rijd naar die positie toe over. Oké, wie zit op het gebouw met die blauwe randen, jongens? Ten zuiden van de witte voertuig. Dat is Jan-Peter. Jan-Peter, is goed. Waarnemen naar het zuiden, Jan-Peter, en blijf laag. Wij gaan nu Raga ondersteunen met tankingsvuur. Ja, Roger. 1-2, dit is de Romeo. Vraag is of we dat medics nodig hebben, Token. Je bedoelt 1-1? Ja. 1-1, dit is 1-2 over. Wij hebben hier nog een medic standby staan. Heb je nog medische assistentie nodig? Roger, dan hou ik hem hier over. Nee, is niet nodig. Ze hebben een eigen medic. Kopie. Cooper, dit is Pilgrim, waar ben jij? Ja, ik ben onderweg terug. Ik denk dat er groot misverstand kan vallen. Dat denk ik ook. Maak ik uit? Koep, neem dat gebouw waar Jan-Peter ook bij zit. Hier ook, met die blauwe randen. En ga daar boven op het dak. Jullie houden overzicht op het zuidwesten. Ik en Dikke Duis zitten zorgt in het gebouw aan de oostzijde van dit gebied. Kom Dikke, we gaan richting het gebouw hier voor ons. Kopje. Contact Noord, zwart-wit. Waar is die? Break. Is 1-2 over? Ja, oké. Break al je je opdrachten en verplaats je zo snel mogelijk naar het zuiden. Naar het zuiden ten opzichte van? 113, laat je staan. Ik zie zuid, ik zie noord. Herhaal bericht. Ik zie zuid en ik zie noord. Nee, niet jij, maar Romeo. Romeo, dit is 112, herhaal bericht over. Ik heb wel een gele ketting, dus ik kan daar. 1-1. Jullie vallen maar terug naar de supply drop. We hebben geen medic. Dus Bravo medic. Heeft 2 een medic. 1.2, hebben jullie een medic? Dit is 1-2. Ja, ik heb een medic. Waar moet hij heen? Naar Susie. Naar... Susie, markeer op kaart alsjeblieft. Vanaf daar het dak op. Of Raza, markeer op kaart alsjeblieft. Dikke Duif? Dikke Duif? Ja, ik hoor je. Ik kan naar die... Medic is gelokaliseerd. Roger, Dikke Duif is onderweg jullie kant op. 1-1, wij zijn punt. En nog een casualty bij. Ja. Roger. 1.2, jullie moeten snel... gaan we met wat meer mannen naartoe. Om op te sterken. Roger. Cooper en... Cooper. Jij en Jan-Peter in deze M113 hospicbak. En assisteer Raza met medic. Als het goed is moeten mensen zich kunnen healen bij dat ding. Met die ambulance? Ja, met die ambulance. Ik ga bij jullie instappen. Wacht, ik kom naar beneden. Even kijken, Rudy, hou positie, hou positie. Ik wil uit. Welke nummer ben je? Ik kom eraan. Jan-Peter, ik zou je aan het dak blijven.
Nee, Jan-Peter ook naar beneden komen in dit voertuig hier, in die ambulance. Oké, okay, Roger. Cooper, jij rijdt. Roger. Dit is 1.2 over. We gaan ons verplaatsen met de ambulance richting Team van Raza. Ja, doe maar. Oké, okay, snel. Iedereen aan boord? Cooper, zie jij Laurens Wounded? Ja, dat is het. Dat is in de buurt van de M113. Ik wil dat je daar achter het gebouw stopt. Watje. Oh, ik zit er niet in, maar ik loop wel die kant. Jan-Peter? Ik zit erin. Oké. Okay. Wat? Dikke Duif, waar ben jij? Dat is bericht. We zijn nog steeds mensen aan het dealen en daarna gaan we naar de supply point voor de supply open. Roger dat. Medic vehicle is in positie, Phil. Roger, ik wil dat jullie zorg dragen dat jullie de boel hier beveiligen. Ik wil dat jullie met z'n tweeën, als het lukt, op het gebouw aan die kant. Oké, Phil, waar? Dit gebouw daar, recht voor mij? Ja. Ja. Oké, Roger, ik ga crossen. Jan-Peter volgen, hem volgen. Ik kan nog steeds weer een shot winnen in de kamer. Jan-Peter, waar ben je? Ja, ik ga... Ik heb helemaal niks meer van. Oké, okay. Waar zit je nu, jongen? Jan-Peter, ik kom naar je toe. Ik pik je op. Loop weer naar de marktzijde. Marktzijde. Fuck, we... Jan-Peter is aan het ten oosten van ons. Neer. Ik rijd de knap. Ja, dit is 1. Dit is 1.2 over. Oké, okay, wat? Oh ja, Jan-Peter loopt daar. Ja, die loopt de hele andere kant op. Rudy. Kun jij met de IPR deze kant op komen? Met de ambulance, met de ambulance. Naar Jan-Peter toe. Oké. Okay. Ik ben al op bijna op locatie, maar er is feitelijk vuur daar. Ik moet eerst Jan-Peter weer op benen helpen. Maar door het geluid van het voertuig kan ik de radio niet heel goed horen. Ja, dat is Roger. Zwart-wit, jij blijft op positie. Cooper, kun jij de... hoe heet het, bemannen? Kan jij de IPR M113 bemannen? Jij bent gunner. Ja, ik heb een audio optie. Oké, ga je nu naar Jan-Peter toe. Dan ondersteunen. Zwart-wit. Zwart-wit hier. Verplaats ook richting Jan-Peter en beveilig de ambulance. Even wachten, ik ben nu even aan het checken wie ik nog over heb. Kopie. Even kijken, nou, dan zijn wij nog met z'n tweeën. Volgens mij, waar zit jij, Dikke? Ik sta achter, ja. Oké, okay, wie hebben we hier op het dak nog? Wie zit er hier op het dak? We hebben contact noordoost van de supply. Wie staat hier op het dak? Oh, Cooper. Cooper, kun jij hier naar beneden komen? We gaan richting Jan-Peter, we moeten hem revive. Oké,
Ik wil Jan-Peter gaan helpen, maar hoe ga je? Ja, we gaan nu met z'n drie die kant op. Oké. Okay. 113 staat al bij Jan-Peter. Net zoals de ambulance. We komen zo terug. Niet waar de ambulance is. Contact, ja, hier voor me. Ja, hier voor me. Oké, 1-2, we komen weer met z'n allen bij elkaar. Dikke duif die doet de gewonden. Neem wel een beeld. Kijk, yeah. Rudy. Kan je deze zijde waarnemen? Gunner in de IPR. Jij pakt het zuidwesten. Zuidoosten, sorry. Lukt het, dikke? Jan-Peter is picking up. Blijf even liggen. Romeo, dit is 1-2, over. 1-2, kom in, dit is Romeo. Wij zijn bijna weer helemaal op volle sterkte en zullen ons verplaatsen weer richting de dropzone. Dit is 1-2, we zijn bijna weer op volle sterkte en verplaatsen ons richting de dropzone. Oké, wij verplaatsen ons 1-2 met de IPR. Iedereen instijgen in de IPR, dan verplaatsen we ons richting de dropzone. Dan gaan we eventjes opnieuw munitie pakken en dan zijn we klaar voor de volgende actie. Waar is de ambulance? De ambulance staat nog op de oude locatie waar de ambulance heen. Oh, Roger. Oké, voorwaarts. Romeo, wij komen nu met de IPR richting de locatie. Yo. Als we eraan gekomen zijn, kunnen we uitstijgen. Zwart-wit, geef jij dat teken dat we uit kunnen stijgen? Oké, okay, uitstijgen iedereen. Jan-Peter? Oké, okay, munitie laden. Naar buiten blijven kijken, jongens. In de cirkel gebeurt niets interessants. Jongens, kort overleg. Blijf even kijken. Even pelotonsoverleg, jongens. Ja. Yeah.